Dan, amiga dan, bon noche. Dat is alles tot nu toe. Dank u wel, minister-president, voor de introductie. Ik weet niet of ik het allemaal verdien, maar in ieder geval ga ik mijn best doen om het waar te maken. Ik heb gezien dat het werkt, Aruba tussen Europa en Latijns-Amerika, toen ik ambassadeur was in Colombia. Het opent deuren. Het opent deuren als je tegen een Colombiaan zegt, ja, maar wij, Países Bajos, somos vecinos, zijn buren van jullie. Ah, huh? Ja, we hebben Aruba, we hebben Curaçao. Dat is van de Países Bajos. Ah, en dan gaan de deuren open. Zo werkt dat in Latijns-Amerika. Men moet je kennen, er moet een verwantschap zijn. En dat werkt. En ik denk dat het ook kan werken. Ik heb het ook zien werken richting Nederland. Als Nederland naar Latijns-Amerika wil, dan kunnen ze Aruba goed. Dan kan Aruba goed helpen om voor Nederlandse ondernemers om de Latijns-Amerikaanse markt in te gaan. En zoals wij allen weten, helaas gaat het in de interne Europese markt ietsje minder goed. Dus er is extra incentive om de bakens wat verder weg te zetten. En ja, ik roep altijd, in China, daar verdwaal je. Maar Latijns-Amerika, daar hebben wij met een beetje eenzelfde cultuur, hebben we daar goede kansen. En ik denk dat het dus win, win, win is. Win voor Aruba, win voor Latijns-Amerika en win voor Nederland, deze constructie. En ik ga mijn uiterste best doen om daar te helpen in dit concept, wat al een realiteit aan het worden is. Dank u wel.